Twee honden die een filmpje kijken. Het zou een snelle snapshot kunnen zijn, maar zo werkt de Kotja niet. De situaties die hij fotografeert worden heel zorgvuldig opgebouwd en uitgelicht. Pas als alles klopt, drukt hij af. Hard werk. The satisfaction of having done it is great. The process of doing it, I don't enjoy at all. Kind of hate it. It's work. It's like anything else. Maar hij gaat ermee door. Well, at this point, I don't know what else to do. En nou even serieus. It's satisfying. And how many people can say that they work and at the end of the day they're satisfied? Een bijzonder moment. De Kotja zocht een kapper en de Tilburgse kunstenaar Zeus Hoenderop, die zichzelf ook knipt, bood aan hem te helpen. Mooi beeld voor de reportage die Zeus over de tentoonstelling maakt. Ook deze foto's zijn tevoren precies uitgedacht. De Kotja zoekt een plek uit en zorgt dan voor goed licht. I basically set up a background. And then I wait for someone to come into that background. En soms komt er dan een foto uit die een verhaal oproept. And I can't help but just fantasize that that's his dirty clothes and that's the rest of his possessions. De Amerikaan werkt nog analoog met film. Over digitale fotografie is hij erg kritisch. It's like digital just leveled everything. And everybody thinks that they're just as good as you.